Welkom bij Simrace Vereniging Nederland en welkom hier op het circuit van Anderstorp in het zuiden van Zweden. Ja, inderdaad werkelijk een klein pestdorpje, maar ja, wat een circuit hebben ze hier in Zweden neergelegd. Een circuit met veel historie, want het ligt al sinds 1968. Vooral bekend geworden door de Formule 1 races en ook de enige race waar we de zogeheten fancar zagen van Brabham in 1978. Het circuit, gelegen waar ooit een klein vliegveldje lag, heeft in totaal 6 keer de Formule 1 op bezoek gehad. Maar vanavond is het tijd voor de tweede race van het SRVN Tourwagenkampioenschap. Van harte welkom hier dus op het circuit van Anderstorp. En we kijken mee met de man die op dit moment in deze vrije training de snelste is. En dat is Mark de Vries. Mark de Vries in de Custom Motorsport Seat, die er in Zandvoort nog niet bij was. Maar hij laat meteen zien dat hij erg snel onderweg gaat met deze Seat op het circuit van Anderstorp. En is op dit moment de snelste man. Het is op dit moment 8:04. En dat betekent dat we over een kleine 10 minuten gaan starten met de kwalificatiesessie. De kwalificatie die 15 minuten zal duren. Alvorens we gaan starten met race 1 die om 8:30 ongeveer van start zal gaan. Een race die gaat over 15 rondes. Hier op het circuit van Anderstorp. Dus we gaan voorafgaand aan de race nog even het circuit doornemen. En wellicht ook de kanshebbers. Mark de Vries zien we de pits opzoeken, omdat hij even rechtdoor ging. Maar is op dit moment dus de snelste voor deze man, Jan Veenstra. En dat is wellicht wel verrassend te noemen. Had al een sterke race afgelopen zondag op het circuit van Fuji in de GT-categorie. En laat zien dat hij in deze voorwiel aangedreven Honda zeker ook zijn mannetje slaat. Is op dit moment dus de tweede snelste man. Er is natuurlijk veel geoefend de afgelopen week met toch ook wat lastige omstandigheden, want het begon ook te regenen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. We rijden met race 07 namelijk. En met race 07 is het daadwerkelijk mogelijk dat het gaat regenen. En het zal hier gebeuren dat we zo dadelijk nog een plensbui zullen gaan zien. Wellicht. Maar op dit moment, we zien het. Het is een strak blauwe lucht. En kan ik eerlijk gezegd niet weten wat de voorspelling is voor de race. Maar dat zorgde er dus wel voor afgelopen week dat er moeilijk snelle rondetijden neergezet konden worden. Wie was er dan het snelste? Het was René van Noord in de voorbereidingen met een 37-1. En ik had zojuist even de tijdenlijst bekeken. En dat zijn tijden waar we op dit moment nog niet aan toekomen. Mark de Vries had zojuist nog een snelste tijd neergezet van 37-4. Heel veel mensen in de 38 laag, waaronder dus deze Jan Veenstra. Ook Jos Vrieman, die kijken of we meteen kunnen gaan opzoeken. Terwijl Jan in Enzing op dit moment de man is op de derde man. Hier hebben we hem, Jos Vrieman in de GT World Racing BMW. Een nieuwe inschrijving. Leuk om te zien natuurlijk. Jos Vrieman had vorige week donderdag zijn debuut gemaakt bij SRVN in de Formule Renault race op het circuit van Assen. Had het daar flink naar zijn zin. Gaf wel aan dat hij de Formule Renault een lastig autootje vond. En dat hij waarschijnlijk wat beter weg kon komen met deze achterwiel aangedreven BMW in de tourwagenklasse. En dat klopt, want hij rijdt op dit moment dus op de vierde positie. Nogmaals, het is dus de vrije training. Zie ik ook dat Jos Vrieman nu ruim een seconde boven zijn tijd zit. En zijn rijders wellicht bezig met verschillende testprogramma's. Goedemorgen zet Jos Vrieman hem mooi dwars op het achterste rechte stuk hier. En het is duidelijk te zien ook heel erg breed. En dat komt ook omdat het een startbaan geweest is. Wel, ik zeg wel geweest is telkens, maar voor hetzelfde geld is het nog steeds in gebruik als klein vliegveldje. Dat weet ik dan eerlijk gezegd niet. Ja, wie zijn de kanshebbers dan? Dat is altijd de vraag. Als we de races kijken van die op Zandvoort waren, is het dus wel duidelijk dat je Bram Beelen zeker als grote kanshebber moet gaan betitelen. Want hij won beide races en ook beide races eigenlijk met overmacht. Jan-Wim Enzing kon in race 1 nog goed bijblijven. Sterker nog, hij kon heel erg goed bijblijven. En was het Bram Beelen die toch behoorlijk in de spiegels moet kijken om Jan-Wim Enzing van zich af te houden. En had het wellicht nog anders kunnen zijn als Jan-Wim Enzing uiteindelijk hem er toch voorbij kon zetten. Maar Beelen was slim en bleef rustig en kon uiteindelijk die race 1 op zijn naam schrijven. Race 2 was eigenlijk heel erg simpel. Had uiteindelijk ruime voorsprong op Maurice Zondag, die tweede werd in de andere RMS Holland F1 Cars Racing, dan wel in de BMW. Er komen nog wat mensen in de server op het laatste moment en we hebben toch wel een leuke... Nou, we hebben wel een leuk rijdersveld. Ik zal even kijken.
hoeveel man we op dit moment dan in de server hebben. Het zijn er 21. Dat betekent dus volle bak. En hartstikke leuk om te zien op het circuit van Andersdorp. Het is altijd de vraag of dat allemaal maar veilig en wel door de eerste bocht gaat. Op dit moment is het Mark de Vries met de snelste tijd 37.4. Voor Jan Veenstra met een 38.1. En Jan-Wim Ensing ook met een 38.1. Evenals Jos Vrieman. Om even aan te geven hoe dicht het bij elkaar zit. Want Bram Beelen heeft een 38.2. Dus, daarachter is het Arjan B. met een 38.3. En daarachter is het René van Noor met een 38.4. Het is het is de top. Moet ik het goed zien. Top 8 staat sowieso binnen een seconde. Maar het is dat Mark de Vries zo snel is en 16e los is van de nummer 2 Jan Veenstra. Anders hadden we dus de nummers 2 tot en met de nummer 10 binnen een seconde. Dat is ongelooflijk spannend en close. En dat kunnen we alleen maar mooie dingen verwachten zo dadelijk in de race. Met nog 5 minuten te gaan. Voordat we daadwerkelijk losgaan. En kijken we eventjes naar de actie op het circuit. Kijken we naar Marcel Dekker in de gifgroene Honda Accord. Had een enerverend openingsweekend. 2 weken geleden op het circuit van Zandvoort. In de hoofdrace eindigde hij als 7e. En in de sprintrace mocht hij toen vanaf de voorste rij starten. Want de top 8, moet ik het nou goed zeggen, de top 8 wordt omgedraaid. Kon daar niet heel erg lang van genieten. Want na de eerste ronde kwam hij als 11e door. En verloor dus heel veel tijd. En vooral posities dus in die openingsfase in die sprintrace. Was misschien wat te netjes. En dat is... wellicht kan hij zijn circuitervaring op het circuit van Zandvoort wel gebruiken. En mag hij zijn schouders iets breder maken. Rijdt op dit moment dus op de 11e positie rond. Wilco Smit. Op dit moment op de 10e positie. Ja, is al tijden bekend dat hij een goede start maakt. En dat was in Zandvoort zeker ook het geval in de hoofdrace. Hoofdrace en sprintrace, maar het zijn natuurlijk twee identieke races. Maar laten we de hoofdrace maar de eerste race noemen. De eerste race won hij enorm veel plekken. Volgens mij was het van 11 naar 4 of zoiets. Het was in ieder geval heel veel plekken wat hij goed maakte. Natuurlijk moet wel gezegd worden het voordeel dat hij de achterwielaandrijver heeft wat de BMW is. Want de BMW heeft in de basis altijd een betere start dan een voorwielaandrijver. Maar goed, dan moet je het ook doen. Het is een combinatie van gepaste agressie met een snelle reactietijd. En dat kan je vaak heel erg ver brengen. Hij op dit moment dus op de 10e positie. Maar Maurice Zondag, die hier wat moeite heeft om zijn BMW in het rechte spoor te houden, valt eerlijk gezegd op dit moment nog wat tegen op P9. Ga ik er eerlijk gezegd vanuit. Zet die zijn auto helemaal dwars. Ga daar in het grind. En kijk eens, het is daar een kombocht. Val je over de rand heen, om het maar zo te zeggen. Dan sta je ook direct in het grind. En laten we hopen dat dat het enige uitstapje is in deze vrije training. Kun je natuurlijk nog de grens vinden en risico's nemen. Maar zo dadelijk gaat hij dat nog zeker heel veel posities kosten. Hij rijdt dus op dit moment op de 9e positie rond. Giel de Haan op positie nummer 8 had nog was erg blij met zijn podiumplek in race 2 in Zandvoort. Nadat hij Arjan Been van zich af wist te houden. Arjan Been in de basis die we daar eventjes, of het was hem of Rutger Mahuur die we daarvoor op de voorgrond even zagen. Wat ik wou zeggen, Arjan Been was eigenlijk in de basis de snellere ten opzichte van deze Giel de Haan die hier ook wijd gaat. Lastig bochtje dit hoor. Ik heb hier een paar rondes mogen rijden. En als je daar eventjes te wijd uitkomt, dan sta je zomaar in het grind. Nou, deze Arjan Been dus was eigenlijk de pechvogel van Zandvoort. Heel simpel, had in race 1 met gemak kans op een podiumpositie. Totdat de heren van Team Honda voor You er gewoon simpelweg te weinig peut hadden ingedaan. En dan val je stil en dan houdt het toch op. En dan was het met nog 543 meter was het afgelopen voor Arjan Been. Ene late bocht en toen was het klaar en viel hij stil. Jammer, daardoor moest hij in de tweede race van achteraan starten. Maar eindigde uiteindelijk dus nog wel op een hele nette 4e positie. Maar van hem verwacht ik heel erg veel. Arjan Been dus op dit moment op de 6e positie. Arjan Been en Rutger Mahu, de teamgenoot van de beide heren van Team Honda for You, zijn dus compleet. En alleen maar mooi om te zien dat we een compleet rijdersveld hebben. Bram Beelen, hij is dus de overwinnaar van Zandvoort. Hij won beide races dus, maar op dit moment op plek nummer 5. En is het dan wellicht zo dat Bram Beelen wat moeite heeft op het circuit van Andersdorp? Heeft een
aantal behoorlijk succesvolle weken achter de rug. Met het winnen van de races op Bahrein en Fuji in de GT's. Het winnen van de race in Assen. Daar werd hij echter dan nog wel teruggefloten door de organisatie. Omdat hij toch wat meer... in het Engels zeggen ze dat altijd heel mooi. Not respecting track limits. Ja, dat kun je eigenlijk niet mooi vertalen. En dat vertelt eigenlijk alles. Maar dat zorgde er dus voor dat Bram Beelen een straf kreeg. Maakt voor Beelen persoonlijk niet heel veel uit. Omdat hij nog gastrijder is op beide Formule Renault. Hier is hij natuurlijk wel zeker klassementrijder in het RMS F1 Cast Racing. Honda. Goed, op dit moment dus op de vijfde positie. Jos Vrieman, hadden we net eventjes besproken, rijdt dus op dit moment op positie nummer 4. Achter deze Jan-Wim Ensing, die hier wat iets te veel ruimte wil gebruiken om het achterste rechte stuk op te sturen. Terwijl Marcel Dekker daarvoor zagen, die druk aan het slingeren is om zijn banden wellicht op te warmen. Wilco Smit zien we in zijn slipstream, letterlijk. En wellicht zijn ze met z'n tweeën bezig om een goede race setup af te stellen. Of wellicht nog wel een kwalificatieronde eruit te persen in deze slotfase van de vrije training. Jan-Wim Ensing dus op dit moment op de derde positie. Was Arjan Beenwel een pechvogel? Was er Jan-Wim Ensing dat wellicht ook wel? Had in de sprintrace het probleem dat hij bij het uitkomen van het schijfvlak, terwijl Wilco Smit er eventjes achter tevoren gaat, had het probleem dus dat Jan-Wim Ensing bij het uitkomen van het schijfvlak in een kuil terecht kwam. En Macht had echt enorm veel geluk of hij zette zijn BMW ondersteboven neer. En werd uiteindelijk in die sprintrace vijfde. Speed hier ook van de baan af. Wellicht redelijk bewust. Maar nogmaals, in deze fase kan het ook wel. Ik heb het idee dat die BMW hier op Amstorp een erg listige auto is. Ik heb er natuurlijk een ronde mee kunnen rijden om het circuit voor te stellen. Gaan we dat ook zo dadelijk weer doen. Maar dat was dus wel heel duidelijk dat het een lastig baantje is. Zeker deze bocht, want deze is off-camera zoals dat heet. Je ziet het hier voornamelijk. Zorgt ervoor dat de auto licht wordt. En dat met de BMW, de achterwielaandrijver en de auto die in de basis toch wat listiger te besturen is dan de voorwielaandrijvers. En kan het dus nog wel een lastig verhaal worden. Positie nummer 2 dus voor Jan Veenstra, die erg sterk onderweg is. Ik hoop voor hem dat hij dat in de kwalificatie ook kan volhouden. Er is het sein gegeven dat de kwalificatie gaat starten. En de kwalificatie die duurt dus een vijftiental minuten. En dan gaan we dus zien wie er van de pole mag gaan starten. De kwalificatie is dus zojuist van de start gegaan en het hele veld, en dat is 23 man sterk, die vrijwel allemaal tegelijkertijd de baan op gaat. En dat betekent dat je behoorlijk in het verkeer gaat zitten. Kijk eens wat een stoet auto is, altijd mooi om te zien, om een groot en vol rijdersveld te zien. Terwijl Joey Mensing daar bijna zijn auto kwijtraakt, zeg, bij het uitkomen van de bocht vlak na het achterste rechte stuk. En, het wordt toch, en daar verliest hij hem zelfs ook. Dat is niet heel erg verstandig. Komt daar bijna de camera plat glijden. Maar is het toch duidelijk dat Jan-Wim Ensing niet in zijn allerbeste doen is. Want dat zijn toch foutjes die ik niet van hem verwacht. Ja, ik heb nu even de aandacht op Mark de Vries staan. Waarom? Hij was dus de snelste in de vrije training. En ga ik er ook vanuit dat hij in deze kwalificatie ook snel onderweg is. Dan ben ik dus ook heel erg benieuwd hoe hij dat ook gaat doen. Gaan we eventjes kijken naar de rest van het veld. Die hebben we nog niet behandeld. Terwijl die toch wel behandeld mag worden. Nou, bijvoorbeeld deze Ger Heug rijdt op dit moment op de 21ste positie rond. Heeft naar mijn weten dan nog geen getimed ronde afgelegd in de enige ingeschreven Chevrolet Lacetti. Een gedurfde keuze van Ger Heug dus. In de auto die in de basis zeker niet de snelste is. Nu liggen de auto's niet heel erg ver uit elkaar, maar als je toch een auto uitkiest, dan is het toch niet de Chevrolet Lacetti. En dat in tegenstelling met de Chevrolet Cruze, is dat volgens mij waarmee Chevrolet het afgelopen
echte WTCC-jaar de concurrentie totaal op een hoop reed. Waar Tom Coronel nog best of the rest was. Maar in dit spelletje, Race 07, is de Chevrolet Lacetti zeker niet degene de beste auto die je wilt hebben. Maar hij maakt zich natuurlijk al klaar voor de kwalificatie. Evenals Bram Kuipers op de 20e positie op dit moment. Had een slechte vrije training. Ik kan het niet veel mooier maken dan het is. Maar heeft behoorlijk wat moeite om zijn BMW in het rechte spoor te houden. Evenals Jos Vrieland, die we buiten beeld even zien spinnen. En Rutger Mahu, die op dit moment op de 18e plek rijdt. Gaan we even kijken naar... even naar voren. Gaan we kijken naar Mark de Vries. En vind ik op dit moment even interessant... is degene die waarschijnlijk als eerste een rondetijd gaat neerzetten... en dus een marker neer gaat zetten voor de rest van het veld. Kan Mark de Vries ook in deze kwalificatie pole position trainen... in zijn eerste race dit seizoen? Hij miste de race in Zandvoort dus. En wellicht kan hij met de achterstand die hij heeft in het kampioenschap... nog wat goede zaken doen hier in het circuit van Andersdorp. Laatste bocht. Lastig lijkt me dat met voorwielaandrijf. Je ziet ook de strepen die daar getrokken zijn. En de eerste tijden zijn al neergezet. En hier hebben we de 37-1. Kijk, dat is even een kanontijd. Zit u even de 37-1 neer. Dat is net zo snel als wat we deze hele week gezien hebben van René van Noord. En is op dit moment de snelste man op de baan. Wie hebben we dan op dit moment op plek nummer 2? Het is Bram Beelen. Rijdt er vlak achter. En... kan ik nu eventjes niet zien wat het verschil tussen beide rijders is. Maar gaan we deze Bram Beelen wel even volgen. Aanremmen hier. Je kan heel makkelijk daar je rempunten missen. En dan verlies je daar behoorlijk wat tijd. Kijk eens even, 4000ste is het verschil tussen Bram Beelen en Mark de Vries. En dat geeft dus wel aan dat het erg dicht bij elkaar zit. Ik kan nog geen fouten ontdekken bij de ronde van Bram Beelen. Nogmaals, we hebben dus 15 minuten in totaal. En hoeft het dus ook niet, zeker niet in deze ene ronde te gebeuren. Maar de auto's zijn totaal afgesteld op de kwalificatie. Zo min mogelijk brandstof erin. De banden op ze zacht. En de rijders die tot het uiterste gaan. Altijd mooi om te zien. 500ste van een seconde zit hij dan onder de tijd. En ga ik er eerlijk gezegd vanuit dat de tijd is van... Ga ik even spieken, is het zo? Ja, dat is de snelste tijd inderdaad. We worden vergeleken met de snelste tijd en dat is altijd prettig om te zien. Gaan we kijken. Eerst even naar voren, want Mark de Vries komt over de streep. Gaat hij zijn tijd verbeteren? Het antwoord is... Jazeker, 37-0. En dan gaan we meteen kijken naar... Och, Bram Beelen, 200ste is het verschil, hè? Zo dicht zit het dus bij elkaar. 37-0 en Bram Beelen en Mark de Vries die... pushen elkaar tot het uiterste. Heel fraai om te zien. En wie is dan degene op de derde positie? Het is Arjan Been. Laat ik eventjes snel kijken wat dan daadwerkelijk de tijden zijn. Ja, is mooi om te zien hoor. Het is inderdaad Mark de Vries met een 37.048 en een 37.068 voor Bram Beelen. 200ste is dus het verschil voor Jos Vrieman. De man op de nieuwe derde positie. Een halve seconde moet hij toegeven voor Arjan Been. Giel de Haan, netjes op positie nummer 5. En Rutger Mahu, ook een hele nette zesde tijd. Maurice Zondag op 7 en Jan-Wim Enzing op 8. En die valt eerlijk gezegd nog wat tegen. Ga ik ervan uit dat hij nog wel wat posities kan goedmaken. Gaan we meteen even meekijken met hem. Want een achtste positie, dat is niet echt Jan-Wim Enzings waardigs. Die moet sowieso op de eerste twee startrijen kunnen staan. En dan komen we bij de tweede sector. Ja, moet dat toch wel bijna 14e toegeven. En is het gewoon zo dat Andersdorp gewoon niet echt een BMW-baantje is. En dat zou jammer zijn. Want dat betekent dat deze Jan-Wim Enzing iets meer achterin het veld zullen gaan zien. Rijdt achter Marcel Dekker op dit moment. Heeft daar denk ik nu op dit moment nog geen last van. Maar in deze komende ronde waarschijnlijk wel. Verbetert hij zijn tijd? Jazeker. 16e is hij nu langzamer en zet zijn auto neer op positie nummer 4. Achter deze Jos Vrieman, die sterk onderweg is hoor. In zijn allereerste tourwagenrace. En op dit moment mag hij vanaf de binnenkant starten op de tweede startrij. En nou, hij staat een beetje de pitstraat aan het oefenen. Zo is dat zeker niet de bedoeling. De lastige ingang dus.
zo lastig dat hij bijna zijn auto verliest. Kijk, in de basis zullen we geen pitstops gaan maken. Dus, maar, is heel nobel van hem dat hij de pitstop gaat oefenen. Maar als hij in de race een pitstop gaat maken, dan brengt hem dat zeker niet veel. Mark de Vries is op dit moment nog steeds onderweg en is hij op jacht naar een snellere tijd. Zeker niet in de eerste sector, daar gaan we dus niet naar kijken. Bram Belen zit in zijn outlap en zit hier nu halverwege de outlap. En is op dit moment dus nog niet heel erg bezig met... zit aan het einde. Ik ken de baan gewoon nog niet goed genoeg, excuses daarvoor. Komt hier het rechterstuk opzetten en gaat op jacht naar de 1.37.048 van Mark de Vries. Komt dus 200ste tekort. En snijdt daar de auto wat vroeg in, een vroege apex. En wellicht is dat de manier hoe je dat moet doen met een voorwielaandrijver. Maar lijkt dat hij daar een klein foutje maakte. En ja, als je dan wat snelheid verliest hier bij het opkomen van dit hele lange, brede rechterstuk. Dan kun je wellicht deze ronde meteen al opgeven. En dan moet je de volgende ronde maar proberen. Gebruik je deze ronde om de banden nog even extra op temperatuur te krijgen. Na deze bocht vinden we de eerste sector. En wat brengt hem dat dan? Ja, het zit weer dicht bij elkaar. Binnen een tiende van de tijd van Mark de Vries. En dat is heel mooi om te zien. En dan gaan we eens even kijken hoe dat er bij hem aan boord uitziet. Aankomen van de tweede sector. En wat is dan de tijd? Zit eronder. Jazeker. 2/10 zelfs ruim. Bram Belen onder de tijd van Mark de Vries. En heeft hij een last minute aanpassing in de setup gedaan? Of was de vorige ronde gewoon een niet ultiem rondje? En moet het hier misschien gaan gebeuren? We hebben nog maar een paar minuten te gaan in deze kwalificatie. Dus moet het wellicht ook wel gebeuren. Kijk eens naar de rooksporen die er vanaf komen. De Honda wordt hier helemaal uitgewrongen. Komt hij op het rechte stuk? 1.37.048 is de tijd die hij moet verbeteren. Komt over de streep? Jazeker, in de 1.36. 1.36.967. Dat is nu op dit moment de snelste tijd. Bram Belen die de pole pakt in een werkelijk fabelachtige tijd. En is daarmee de eerste die naar mijn weten in de 1.36ers rondrijdt. En dat is toch wel mooi om te zien dat dat ook in de kwalificatie dan dus gebeurt. Mark de Vries... op zijn beurt gaat nu beginnen aan de snelle ronde. Oh, ik ga daar iets te krap langs de laatste bocht. En zal hij misschien wat snelheid verliezen. Maakt wellicht nog niet uit, want het is een hele korte run naar deze eerste bocht. En is het mooi om te zien hoor. Een soort tweestrijd om die pole position. Om zo dadelijk de 15 ronde durende race van pole te mogen vertrekken. En we rijden even mee met Mark de Vries. Zit op dit moment boven de tijd van Bram Belen. Ah, hij komt hier ook wat te wijd uit. En dat is waarschijnlijk, gaat hij daarmee zeker niet de tijd verbeteren. En dan gaan we eventjes kijken naar het veld erachter. Jos Vrieman, die zijn auto weer kortstondig weer in het grind zet. Staat nog steeds op P3 voor Jan-Wim Ensing, die de vierde plek heeft gepakt. Is Jan-Wim Ensing wellicht de pits ingegaan en heeft een setup aanpassing gedaan? Ga ik even afwachten. Dat is de luxe die je hebt, dat ik ook meteen de regie doe. Of hij in de eerste sector wellicht in de buurt kan komen, in ieder geval van Bram Belen. In de eerste sector is het toch 2/10 hoor. En is het duidelijk dat een onderstuur zit daar in die auto van Jan-Wim Ensing. Dat is gewoon bijna naar om te zien hoe die de auto de bocht in moet wringen. En bij de exit gaat het dan meteen over. Kijk, dat is duidelijk een valletje van bij het insturen onderstuur hebben. En bij het uitkomen zal hij hier dan wellicht wat overstuur hebben. Dat is het meest vreselijke vorm van... een auto die je kan hebben, omdat je daar totaal niet van uit kan gaan en heel moeilijk kunt pushen. En tot het uiterste van de auto kan gaan zonder dat jij de auto achter tevoren zet. Nu is Jan-Wim Ensing getalenteerd genoeg om die auto in het rechte spoor te houden. En dat zorgt ervoor dat hij daadwerkelijk ook deze snelle rondetijden kan neerzetten. Tweede sector, 17e, zit ver boven zijn eigen tijd en heeft het dus weinig nut om hem te blijven volgen. Mark de Vries heeft dus een fout gemaakt. En gaat dan dus nu weer op jacht naar wellicht een nieuwe ronde. Ik heb op mijn klok nog maar een seconde of een minuut of drie te gaan. Dus is het wellicht de laatste mogelijkheid ook voor Mark de Vries.
Hier moet het dan dus wellicht gaan gebeuren, op dit lange rechte stuk dus. Waar we in de race zeer waarschijnlijk mooie slipstream acties kunnen krijgen. En bij dit aanrempunt, waar het dus ook wat smaller loopt, kan ik me voorstellen dat het ook niet helemaal goed zal gaan verlopen. Eerste sector, ruim een tiende erboven. Dat hoeft nog niet zo heel vervelend te zijn. Het is meer dat Mark de Vries in de tweede sector veel tijd verliest. En als hij dan kan bijblijven, dan moet het positief zijn. Want volgens mij was Mark de Vries in de laatste sector wel sneller. Laten we het even afwachten en kijken hoe dat zich gaat verlopen. We hebben zo dadelijk weer een ongeveer de bocht die we net hadden. Ook weer linksom. Veel bochten liggen hier in een camber zoals je ziet. Dus het ligt wat in verval. Het zorgt ervoor dat je wat harder de bocht kan nemen dan als het baantje helemaal vlak zou zijn. Komt daar lekker de bocht uit hoor. En hoe gaat dat zich uiten in deze tweede sector? Oh ja, het gaat wel een beetje gedicht hoor. Het was ruim een tiende. Het is nu iets minder dan een tiende. Hij heeft maar liefst 8000ste goed gemaakt. Dat is even. Dat kun je niet eens knipperen. Dat kun je niet eens waarnemen, bewijzen van. En het zo dicht zit het dus bij elkaar. Mooi om te zien. Maar deze laatste sector van Mark de Vries was in de basis wat beter dan die van Bram Beelen. Komt wat beter uit bij het uitkomen. En wat brengt hem dat? Ach jeetje, 26.000ste zit hij erboven. En dat betekent dat hij. Hij pakt gewoon net niet die tijd over. En dat is. Zo dicht zitten bij elkaar. Prachtig om te zien hoor. Rutger Mahu, buiten beeld, heeft hij de derde positie neergezet. En heeft hij die plek overgenomen van Jos Vrieman. En is daarmee sneller dan Arjan Been. Maar Vermeer is zelfs sneller geweest. En Jan Wim Enzing is dus terug naar P6. En dan moet hij eigenlijk nog wel. En heeft hij wellicht in deze laatste ronde nog kans om die pole position nog over te nemen. Of althans, pole position, om nog wat plekken naar voren te pakken. Arjan Been op positie nummer 7. En dat valt eerlijk gezegd wat tegen. En is het dus Rutger Mahu die in het eerste kwalificatieduel. Directe kwalificatieduel een eentje bij zijn naam mag schrijven. Bram Beelen. Ja, als veiligheid. Kijk eens weer die rook die van de banden afkomt. Goed om te zien dat Bram Beelen. Het uiterste vraag van de Honda. Kan hij zijn tijd verbeteren? En is het meteen overduidelijk? Het antwoord is ja zeker. 36-8 maar liefst. Weer een tiende eraf gehaald van zijn persoonlijke, of van zijn snelste tijd. En laat eens duidelijk zien dat hij wel degelijk iemand is om rekening mee te houden. Mark de Vries, ja, ik ga het dan misschien nog in uiterste poging proberen. Ik heb de sectortijden niet gezien, maar is dit wellicht dan toch de ronde die het moet zijn? Kan Mark de Vries onder druk presteren en dan nog misschien in de laatste fase de pole position overnemen? Uitkomen van de laatste bocht. En is het de sprint naar de streep? 36-8 wordt. Nee, zeker niet. Deze ronde wordt het niet. En het wordt dus sowieso geen pole position voor Mark de Vries. Bram Beelen, ja, hij heeft het gewoon goed gedaan hoor. Starten in Zandvoort al vanaf de pole. En mag dat dan hier waarschijnlijk ook gaan doen. Weet ik eerlijk gezegd niet of Mark de Vries nog deze ronde mag uitrijden. En laat ik dan. Nee, is zeker niet het geval. Het is klaar. Het is. Laten we de stand er maar eens bij halen. Het is inderdaad Bram Beelen. Hij is de man op de pole position voor Mark de Vries en Jan Veenstra. Ja, ik had hem al gezegd dat hij in de voorbereiding al erg sterk was. En in de vrije training ook. En dat is leuk om te zien dat hij vanaf P3 mag gaan starten. Voor Rutger Mahu, die zijn debuutrace meemaakt in deze tourwagenklasse. Omdat hij er in Zandvoort niet bij kon zijn. Iemand die daadwerkelijk zijn debuut maakt is Jos Vrieman. En dat op positie nummer 5 voor Mark Vermeer. En Jan Wim Enzing start deze race vanaf P7. En dat is toch wel redelijk teleurstellend te noemen. Voor Arjan Been en Giel de Haan toch teruggezakt naar positie nummer 9. Maurice Zondag vinden we op positie nummer 10. En Wester Wobbes zal deze race van de 11e plek mogen gaan starten. René van Noord vinden we op plek 12, Ortwan Capelle op P13, Jos van der Sterren op P14 en Bram Kuipers in de GNCR Motorsports BMW vanaf P15. Marcel Dekker op P16, nu even geen thuisvoordeel omdat het de keer geen Zandvoort is. Zal dus de race vanaf redelijk het achterveld moeten gaan starten. Voor Robbie Bouchon op P17, Ger Heuns op 18, de andere Ger op P19 en Wilco Smit valt ook tegen op P20. En Jesse Doornbusch vinden we op plek 21. André Jansen, de gastrijder, op positie 22. En de rode lantaarendrager is Nico Kuitums. We zijn op dit moment in de
in de warm-up. Dat betekent dat de laatste voorbereidingen gedaan worden voor de heren rijders. Er worden dus de laatste race setups worden afgesteld. Worden even geoefend met de racebrandstof. Worden proefstartjes gemaakt, zoals we daar ook een Team Honda voor User zagen staan. Dan kijken we naar Mark de Vries, die dus vanaf de voorste startrij mag gaan starten. En dat is, ik denk dat dat best wel een spectaculaire race kan worden naast Bram Belen dus. En nu we toch deze warm-up hebben, laten we even kijken naar een rondje op het circuit van Amersfoort. Welkom bij Simrace Vereniging Nederland en we rijden met de BMW 320 Tourwagen op het circuit van Anderstorp in Zweden. Het 4 kilometer lange circuit kent een rijke geschiedenis en dus een passende toevoeging aan het SRVN Tourwagenkampioenschap. De eerste bocht is een bocht die langer doorgaat dan je in eerste instantie denkt en de exit is erg belangrijk. Je komt namelijk direct uit op het langste rechte stuk van dit circuit. Dit gedeelte was vroeger een startbaan en dat verklaart de breedte van dit stuk. Dan aanremmen en probeer te remmen op de bandensporen, want je kunt je zomaar verremmen hier voor een haakse rechte bocht. Exit is weer belangrijk als we richting een volgende 90 graden knik gaan. Veel snelheid meenemen voor weer een wat langer rechtstuk als we aankomen in de eerste van twee vrijwel identieke bochten. De eerste rechtsom zoals deze. Het is een soort kombocht waardoor je meer snelheid in de bocht kunt houden, maar de exit blijft daardoor listig als de auto licht kan worden. Dan krijgen we ongeveer dezelfde bocht, maar dan de andere kant op en ook hier weer een snellere bocht dan je in eerste instantie denkt door de kombvorming. Dan rijden we op het achterste rechte stuk als we aankomen in een lastige 90 graden knik en deze ligt juist een beetje off-camber. Makkelijk om bij te gaan dus. Dan hebben we een lange rechte bocht waar je juist de exit moet opofferen omdat daarna de laatste knik volgt naar links. Op tijd remmen hier en dan de exit pakken richting het start-finish gedeelte. Veel succes op Anderstorp. Dat was dus een rondje op het circuit van Anderstorp. Een circuit waar het dus duidelijk is dat de BMW's wat moeite hebben op dit circuit. We zitten dus op dit moment in de warm-up. Waar dus de laatste voorbereidingen gedaan worden door alle rijders. Met Mark de Vries dus op positie nummer 2. Bram Belen vinden we op 1. Er staan dus veel mensen in de pits. En lijkt me dat we zo dadelijk ons dan inderdaad gaan klaarmaken voor de race. En dat is race 1. We gaan ons klaarmaken voor 15 rondes op het circuit van Anderstorp. Ja, welkom hier op het circuit van Anderstorp. We gaan ons klaarmaken voor de eerste race met Jan Veenstra op een hele fraaie derde positie hoor. 15 rondes hier dus op het historische circuit van Anderstorp in Zweden. Ja, een historische baan gebouwd in 1968 op een oud vliegveld. En dat zien we dus ook in het achterste rechtstuk. Wat simpelweg een startbaan is. 6 Formule 1 races zijn er hier ooit gereden. Met misschien wel de meest historische race. De race in 1978 toen Brabham meedeed met de fameuze fancar. Goed, gaan we kijken hoe het dan zit in de stand om het wereldkampioenschap. Wereldkampioenschap, gewoon de stand om het kampioenschap. En vinden we Bram Belen op dit moment die aan de leiding staat met een dubbele overwinning met 50 punten. Voor Maurice Zondag met 36, Jan Immensing met 33. Giel de Haan op een nette vierde plek, 27 punten voor René van Noord met 18 punten. Marcel Dekker toch constant punten gescoord op positie nummer 6. Robbie Bouchon
Ja, het zit dicht bij elkaar met 15. Westerre Wobbers met 14. Arjan Been en Jos van der Sterren gezamenlijk op 13 punten. Wilco Smit met 10 en Gerrit Peters. Dus samen op een gedeelde 11e positie. Ja, dan is het afwachten tot deze Bram Beelen zich zijn auto op de startgrid gezet heeft. Daar gebeurt het dan ook. En dan ga ik eerlijk gezegd vanuit dat we ook snel zullen gaan starten. 2 minuten rust. En dan zal het geweld losbarsten. Ik kan op dit punt eventjes niet zien of de startlichten aan en uit gaan. Maar als het aan mij ligt gaat het waarschijnlijk erg snel gebeuren. En wie gaat er dan hier het beste wegkomen? Daar is de start dan. Bram Beelen die goed wegkomt. En daarachter is het Jos Vrieman met de BMW die meteen op positie 3 rijdt. Dus meteen de plek goed gemaakt. Terwijl daarachter wat dikjes uitgedeeld worden. Rutger Mahu daardoor het grint. En het lijkt allemaal nog goed af te lopen. Kijk eens even. Dat gaat behoorlijk vierdik zo dadelijk als we niet oppassen. Daar is het al. Jan Mensing die daar tussen Mark Vermeer en... wie is het dan? Is dat dan Giel de Haan? Nee, dat is natuurlijk Jan Veenstra natuurlijk die een hele goede kwalificatie heeft meegemaakt. Maar verremt zich. Jan Veenstra bij het daadwerkelijk eerste goede rempunt. Veel benzine, verremt zich behoorlijk en valt heel erg ver terug naar positie nummer 14 zelfs. Achter Wilco Smit en voor Ger Heuts. En dat is dus weer duidelijk dat Wilco Smit een goede start gemaakt heeft. Van P20 naar P13 in dit geval. Zag ik een F1 Cast Racing achterstevoren gaan en dat is Robbie Bouchon geweest. Hij neemt de rode lantaarndrager. Ja, hij neemt dat over van deze Jesse Doornbusch. Hoe gaat het aan de kop van het veld? Want Bram Beelen heeft daar heel dicht achter zich aan Mark de Vries zitten. Zeg, dat gaat nog een heel mooi gevecht worden. Hoop ik althans. In deze openingsronde is het in ieder geval zover. Aan de binnenkant gaan we daar al een plaatstootje krijgen. Gebeurt het op dit moment nog niet. Jos Vrieman kan ook goed bijblijven in de BMW. Is dus op dit moment verreweg de snelste BMW-rijder. En dat terwijl we zeiden dat de BMW's het misschien lastig hebben, is het mooier om te zien dat Jos Vrieman zo goed bijblijft. Ja, dan hebben we hier dus de openingsronde gehad. En is het... Ja, het is Bram Beelen die nog aan de leiding rijdt. Maar Mark de Vries zit daar heel erg dicht achter, hoor. En dan gaan we zo dadelijk wederom naar het achterste rechte stuk. Waar er met gemak geslipsteamd kan worden. Zeker met die enorme achtervleugels die op deze ogenschijnlijke normale straatauto's zitten. Klein tikje werd eruit gedeeld door Mark de Vries. En dat is om Bram Beelen wellicht eventjes in een foutje te dwingen. Zit daar nu vol in de slipstream, maar we zagen al op Zandvoort dat die Honda erg hard loopt, hoor. Aan de binnenkant ga je hem hier gewoon naast zetten. Je hoeft er niet voorbij, je moet hem er gewoon tussen zetten. En dan is het al voldoende. Oh, dat gaat allemaal nog maar net. Dat gaat perfect zelfs. Eventjes 2 wielen door het gras en dat is prima. Dat hoort er helemaal bij, juist bij de toerwagenracerij. En zoals ik in Zandvoort al zei, nu zijn de auto's nog relatief heel en zonder enige schade. En hoop ik dat het zo dadelijk nog zo is. Daar aan de binnenkant. Ja hoor, prima gedaan. Oh, zeg ik dat wel. Maar gaat daar iets te ver. Iets te ver voor Mark de Vries en Bram Beelen. Die dus op dit moment nog aan de leiding rijdt. Niet alleen het gevecht aan de kop van het veld is leuk om te zien. Mark Vermeer moet daar Arjan Been voorbij laten. En Jan Wim Enzing vinden we daarachter dus op P6. Heeft toch niet heel veel plekken kunnen goedmaken. En dat is wel duidelijk dus dat die BMW met Jan Wim Enzing zeker geen goede combinatie is hier op het circuit van Andersdorp. Arjan Been die goede lijnen rijdt. En lijkt op zijn beurt wat sneller te zijn dan Jos Vrieman. En gaan we dan zo dadelijk misschien een heel leuk kwartet krijgen voor de kop van het veld. Jos Vrieman die wat moet lossen. Lijkt het wel ten opzichte van de twee mannen voor hem, Beelen en de Vries. Rijden we mee met Arjan Been. En is het duidelijk dat die Honda een behoorlijk rap karretje is. Lijkt er dichterbij te komen in de slipstream van de BMW, maar is zeker op dit punt nog niet voldoende. Duidelijk om te zien dat de BMW wat meer onderstuur heeft bij het insturen. Daar gaat Arjan Been iets te ver over de curb aan de binnenkant en dus ook aan de buitenkant. Maar het gaat allemaal nog keurig. Achter Jan Wim Enzing is het een klein gaatje naar positie 7. Rutger Mahu die dus in de openingsfase even dwars getikt werd. Bij het opkomen van het achterste rechte stuk. Maar het veld zit
over het algemeen erg dicht bij elkaar. En dat is altijd leuk om te zien. Laten we even iets verder naar achteren gaan. Zien we Wilco Smit, P10, tuurlijk. We zagen hem twee rondes geleden nog op P13. Heeft alweer drie posities goed gemaakt. En hij doet het gewoon heel erg sterk. Want hij startte vanaf positie 21 uit mijn hoofd. En is Wilco Smit in combinatie met de BMW op Andersdorp zeker geen hele verkeerde. En dat is mooi, zeker na zijn na de race in Zandvoort, waar het ook niet altijd even goed ging. Toen hij in de tweede race uit moest vallen. Giel de Haan heeft daar, wie is dat? Dat is dan Wester Wobbes naast zich. En is dat Wester Wobbes die plek gaat overnemen? Of is het Giel de Haan die op zijn beurt de plek van Wobbes overneemt? In ieder geval zijn ze met z'n tweeën flink bezig. En is het Giel de Haan op dit moment dus op positie nummer 8 voor Wester Wobbes. Ik ga heel snel naar voren, want er kan wellicht van alles gebeurd zijn. Nou, valt eerlijk gezegd nog wat mee. Oh, een hele late remactie van Mark de Vries. Lijkt erop dat hij dat ook gewoon prima kan volhouden. Zag het er in eerste instantie uit dat hij zich verremde, maar pakte de apex nog aardig. En wellicht kan de Seat ook wel later op de rem dan Bram Beelen. Hadden we het over de weersomstandigheden, is het duidelijk dat er de lucht vrijwel strak blauw is. Iets minder strak blauw dan dat we zoals in de vrije trainingen zagen. Maar een kans op regen ga ik eerlijk gezegd niet vanuit. Maar goed, regen hebben we zeker niet nodig, want er is spektakel genoeg hier aan de kop van het veld. Bram Beelen die daar wat wijd lijkt te gaan, maar kan ook een wijde lijn zijn, zodat je wat meer exitsnelheid mee kan pakken. Nou, dat kost hem niet verschrikkelijk veel tijd. Bram Beelen dus, die altijd nog in de spiegels moet kijken voor Mark de Vries in de Seat, die een hele goede indruk achterlaat hoor in zijn debuutrace in dit toerwagenkampioenschap. Bram Beelen die daar wat of wijd gaat of juist een verdedigende lijn pakt. Maar ja, in de basis kom je dan hier wat slechter uit. Dan is de tractie van de Honda wellicht iets beter dan die van de Seat. Oh, niet te laat remmen daar, hè, Bram. Want het gaat zomaar fout als je dat doet. Bram Beelen die zich bijna tot een foutje laat verleiden. En Mark de Vries die op dit rechterstuk weer zijn koplampen laat zien. Althans, hij rijdt er zo dicht achter dat Bram Beelen waarschijnlijk de koplampen niet eens meer kan zien van deze Mark de Vries. Wordt er een verdedigende lijn gereden? Jazeker, voor het aanremmen, geen enkel probleem. Moet je niet in de remzone nog van richting veranderen. Dat gebeurt dan ook. Kan hij hem aan de buitenkant pakken? Ja hoor. Gaan we gewoon even met vier wielen door het gras. Terwijl Jos Vrieman daarachter even het over dwars gaat. Ja, daar wil ik eigenlijk wel naartoe zeggen. Maar ik vind dit in eerste instantie ook interessant om te zien. Gaat het allemaal goed? Jos Vrieman die leek daar eventjes over dwars richting een vangrail toe te karamboleren. Maar valt het gelukkig voor hem mee. Ik kan zijn weg vervolgen. Valt wel terug naar P5. En dat wordt P6. Omdat Arjan Been hem op een... Nee, het is helemaal niet Arjan Been. Dan heeft Arjan Been een fout gemaakt. Het is Rutger Mahu die de plek overneemt van Jos Vrieman. En dat betekent dat Arjan Been dus terugzakt. Evenals Jos Vrieman vanwege de fout. En hebben we hier dus nog een... ja, mooi. De beide Marken. Mark de Vries en Mark Vermeer. En wat is Mark Vermeer dan ook rap onderweg, zeg. De beide Custom Motorsports doen het qua team verreweg het beste in het hele veld. Rijden met hun auto's, met hun Seat's op de posities 2 en 3. Altijd mooi om te zien die diversiteit aan auto's. Met de inschrijving van Jos Vrieman met de BMW hebben we in totaal 11 BMW's die zich hebben ingeschreven. 6 Seat's, 6 Honda's. En dus die ene Chevrolet Lacetti van Ger Heuts. Die daarmee nog wel op dit moment rondrijdt. Laten we hem gewoon even bekijken waar hij op dit moment rondrijdt. Twan Capelle is degene die op dit moment lantaarendrager is. En laatste staat Jos van der Sterre op P22. Heb ik even gemist waarom dat zo geweest is. Ze lopen toch best wel wat achter hoor. Voor Maurice Zondag. Maurice Zondag die er deze ronde afgegaan is. Want hij zet nu een rondetijd neer van 1.54. En dat is ook veel te langzaam. Heeft dus ook een fout meegemaakt. En dat is... zonde, want Zondag die was de man die in de tweede race op Zandvoort nog de man was die als tweede eindigde. Bram Kuipers op P19 achter Jesse Doornbos. En is het toch een leuk gevecht hoor. Met Ger Peters aan de binnenkant bij Nico Kuitens is dat dan. Gaat er wat wijd en oh, een volle kleun zeg. Goedemorgen, Ger Peters die daar iets te wijd ging.
steekt de baan over en Bram Kuipers kan geen kant meer op en kleunt zijn BMW vol in de zijkant. Lijkt het erop dat beide rijders wel door kunnen, maar het is zeker niet zonder schade, schade dat ze dan door kunnen rijden. Maar het is in ieder geval genoeg om door te kunnen rijden en dat is in dit geval wellicht het belangrijkste. Robbie Bouchon, die het op zijn beurt gaat proberen bij Nico Kuipers en is dat ook aan een beetje de staart van het veld. Leuk om te zien dat daar nog mooie gevechten zijn. Ook met Jan Veenstra, die ook ver teruggezakt is naar zijn verremmingsactie. Jammer om te zien. Startte natuurlijk op een hele fraaie derde positie. Hij rijdt op dit moment achter. Ger Heuts dus, die ook wat plekken goed gemaakt heeft. Maar het is ook wel duidelijk dat heel veel mensen wat meer naar voren hadden moeten rijden. Maar fouten de veroorzaker is dat het in dit geval niet zo is. Ger Heuts die pardoes aan de binnenkant heel simpel wordt ingehaald door Jan Veenstra. Maar hij is in de basis natuurlijk ook wel de snellere. Ik heb het idee dat als we wat zaken gaan bekijken, dat we van alles gaan missen. Oh, komen we misschien precies op tijd. Mark de Vries bij het uitremmen. Probeert het hier dan niet, maar het is duidelijk dat Mark de Vries zeker niet wil opgeven. En dat Bram Beelen ook zeker niet zomaar de auto van Mark de Vries kan wegrijden van hem. Dat is wellicht tegen mijn verwachtingen in, want ik had stiekem wel verwacht dat Bram Beelen wel de snellere was in een race situatie. Blijf gewoon te zien hoor, het glijden en het glibberen in de stijve afstelling van de Honda, waar je ziet dat soms het binnenwieltje opgetild wordt. In deze bocht is het vaak mogelijk. Moeilijke bocht hier hoor, bij het aanremmen. Om hier dus een goede apex te pakken en een goede exit. Dus Mark de Vries die apex iets beter lijkt te hebben ten opzichte van Bram Beelen. Maar ja, op dit punt kun je weinig doen. En daarachter is dus Jan-Wim Enzing, die niet geheel ontevreden mag zijn dat hij op dit moment op P4 rondrijdt. Had een slechte kwalificatie. Zeggen we maar gewoon, want het is ook gewoon zo. Slechte kwalificatie dus voor Jan-Wim Enzing. Maar dat hij op dit moment dan toch op P4 rondrijdt en heeft direct zicht op de koppositie. Kan er wellicht van profiteren dat de heren voor hem flink in gevecht zijn. Moet Enzing niet zich verremmen daar, wat nogmaals dus erg makkelijk kan gebeuren op dat punt. Maar dat kan nog wel leuk gaan ontvouwen. Ik weet op dit moment niet in welke ronde we zitten. Dat is een manke van race 07 dat we dat op dit moment niet in beeld kunnen hebben. Ik kan dat wel eventjes zien, dan zet ik even netjes het beeld weg. En dan ga ik naar de timer kijken. Zitten we op dit moment in ronde nummer 7. En zitten we ongeveer op het halverwege punt. En op het halverwege punt en dan nog steeds zulke mooie gevechten hebben om de kopposities. Dat is altijd leuk om te zien. Met deze Bram Beelen dus aan de leiding. Starten ook van pole position nadat hij lange tijd niet die pole kon vasthouden. Lijkt het omdat Mark de Vries erg snel onderweg was in de Seat en dat nu op dit moment nog steeds is. En Mark de Vermeer is ook gewoon erg goed bezig. Rijdt dus op dit moment op de derde positie. Gaan we toch wat verder naar achteren kijken. Dan kijken we hier naar Rutger Mahu. Dit moment op de vijfde plek. Had zich beter gekwalificeerd dan Arjan Been. En rijdt op dit moment ook voor Arjan Been, die weer een positie verloren heeft, lijkt het. En is het Jos Vrieman. Jos Vrieman die zich een weg naar voren vecht. Hier bij het aanremmen van de laatste bocht. De schouder duwen hoort er allemaal bij. En een spiegeltje die waarschijnlijk niet helemaal meer showroom condities heeft, maar zet zijn auto wel naar de negende plek en nog eentje en dan is het zover dat Jos Vrieman op P8 zit en dan wellicht in de tweede race vanaf pole mag gaan vertrekken. Wat we eigenlijk in dit verhaal helemaal missen is dat Bram Beelen natuurlijk strafgewicht mee moet nemen. Hij is de leider in het kampioenschap en dat houdt in dat hij 20 kilo's extra mee moet nemen. Dat is natuurlijk een groot nadeel ten opzichte van Mark de Vries, die op zijn beurt helemaal licht is. Weet ik niet eerlijk gezegd of die strafgewichten voorafgaand aan de kwalificatie gegeven zijn, of dat dat ook daadwerkelijk nu in de race zo is.
zal misschien ook niet zo zijn. Dat het dat misschien de kwalificatie niet zo is dat Brandeel daarom de pole heeft gepakt. En nu in de race de 20 kilo extra mee moet nemen. En daardoor alle moeite heeft om Mark Vries van zich af te houden. In ieder geval, dat is wel het geval. Want de nummer 1 krijgt dus 20 kilo. De nummer 2 in het kampioenschap, en dat is op dit moment Maurice Zondag, heeft 15 kilo mee. En dan is het de top 3, of de nummer 3 tot en met 5 krijgt 10 kilo extra mee. En nummers 6, 7 en 8 allen 5 kilo. Dat is dus het strafgewichtprincipe wat we allemaal kennen uit de echte toerwagenracerij. Om ervoor te zorgen dat het veld niet te ver uit elkaar getrokken wordt. En dat helpt behoorlijk, want Bram Beelen en Mark de Vries zitten al heel veel rondjes mooi bij elkaar. Arjan Been die achter Wester Bobbes aanrijdt. Bobbes die we spraken in het SRVN magazine. Als teamgenoot van Jan Wim Ensing, die gaan we zo dadelijk horen, of in het volgende magazine horen. Bobbes, een nieuweling. Nou ja, eigenlijk zie je dat ook niet meer. We zeggen altijd wel dat hij een jongeling is, maar als we dat telkens blijven zeggen, dan wordt het op een gegeven moment wel een beetje ongeloofwaardig. Bobbes die veel geleerd heeft het afgelopen half jaar, is snel, maakt soms wel wat foutjes, maar dat hoort er ook bij. Verremt zich hier dan ook en is het Arjan Been die relatief gemakkelijk die plek kan overnemen. Dat is positie nummer 8. Maar positie 8, dat betekent dus in race 2 dat je vanaf pole mag gaan vertrekken. Toch even een sneak peek naar voren. En is het Mark Vermeer die toch wat meer naar achteren moet kijken dan dat hij daadwerkelijk zijn teamgenoot zou kunnen aanvallen voor die tweede positie. Jan Mensing die natuurlijk aan alles aangelegen is om wellicht het laatste podiumplekje te over te nemen. Kunnen we meteen met een half oog kijken naar wat er voor ze gebeurt. En is het nog steeds Bram Beelen die Mark de Vries dicht achter zich aan heeft. Ongeveer een kopietje van de verhoudingen die we hier zien. Toch even een blik werpen naar het achterveld. Of iets meer naar achter is het Jan Veenstra die zich nog steeds bezig is om een weg naar voren te vechten. Rijdt op dit moment achter Marcel Dekker. Die vanaf naar P16 startte en toch P10 heeft. En dat is ook een goede eerste helft van de race heeft hij meegemaakt. 15 rondes dus is deze race. We zitten inmiddels denk ik in ronde nummer 9. En Jos Vrieman die daar ook een fout maakt en daar wellicht René van Noord aan zich voorbij ziet gaan. René van Noord, ja, tegenvallend. Had een in de voorbereidingen zelfs de tijd neergezet. En dat vertelt dus niet veel, want als jij in de race nu een P13 rondrijdt, krijg je daar geen punten voor. P12 die hij nu heeft, krijg je overigens ook nog geen punten voor. Maar zeg ik dat wel? Dat is helemaal niet waar. Je krijgt wel punten voor P12, want namelijk de top 15 krijgt punten. Dus wat dat betreft is het dus toch wel gunstig dat je hier de positie overneemt van Jos Vrieman, die toch hier wel weer wat foutjes begint te maken. Is wellicht de auto wat aan het overdriven, zoals dat heet, dat je iets te veel wilt. En als ik zijn auto zo zie, dan is dat daadwerkelijk denk ik ook wel het geval. Is het natuurlijk frustrerend dat je eerst op P3 rondrijdt en dat je dan een fout maakt en bijna je auto totaal afschrijft op een vangrail, wat gelukkig voor hem dan goed gaat. Maar ja, P13 is toch zeker niet wat hij ervan verwacht had als je zijn kwalificatie resultaat gezien had. André Jansen rijdt op dit moment op een nette 16e plek rond. Als gastrijder. En doet het daarmee gewoon aardig in de enige ingeschreven Seat Toledo. Gerrit Peters op 17 valt eerlijk gezegd wat tegen. Wat er met Maurice Zondag gebeurd is, dat heb ik helaas even gemist. Maar gaat hier flink wat tijd verliezen. Of in ieder geval tijd verliezen en zeker punten verliezen in de stand om het kampioenschap. Staat op dit moment dus nog tweede met 36 punten. Daarmee 14 punten achter op Bram Beelen. Over Bram Beelen gesproken. Laten we maar even snel gaan kijken hoe het aan de kop van het veld is. Want ik hoop toch niet dat ik wat gemist heb. Ik heb wel degelijk wat gemist. Maar het is niet in dusdanig belang dat de race zo erg veranderd is. Het is wel zo dat Mark de Vries wellicht een fout gemaakt heeft. Moet wat losser ten opzichte van Bram Beelen. En dat is misschien de adempauze die die Bram Beelen dan heeft en kan wellicht nu wat meer zich concentreren op snellere rondetijden.
En hetzelfde van wat hij in de tweede race deed. In beide races deed in Zandvoort. En dus de race op zijn naam schrijven. Maar goed, zover zijn we nog lang niet. Want in welke ronde zitten we? We zitten in ronde nummer 11. En dat betekent nog 4 rondes te gaan voor de heren. In race nummer 1. Alvorens we race nummer 2 zo dadelijk gaan krijgen. Ja, en was het in eerste instantie zo dat Bram Beelen naar achteren moet kijken om Mark de Vries van zich af te houden. Nu is het Mark de Vries die in de spiegels moet gaan kijken voor Mark Vermeer. Ja, de beide custom motorsports lijkt me niet heel verstandig dat je elkaar het heel lastig gaat maken. Want daarachter is het Jan Dimensing die als een echte jager toekijkt. En natuurlijk hoopt dat de beide Seat's elkaar nog het erg moeilijk gaan maken in deze slotfase van de race. Mark de Vries die dus misschien wel het uiterste van zijn banden gevraagd heeft. En moet wellicht hier, gebeurt het al, Mark de Vries moet dan Mark Vermeer aan zich voorbij laten gaan. En dat is wellicht wel een tegenvaller. Was dat in de planning, is dat afgesproken? En ik kan me heel goed voorstellen dat er nu in de radio gehangen wordt van jongens, wat gaan we hiermee doen? Aan de ene kant, Mark Vermeer heeft nog geen punten gescoord. Had wel een aardige race totdat hij achter tevoren ging, volgens mij, in de Zandvoort. En dus staan beide heren na een race op 0 punten. Deze Mark de Vries omdat hij hem niet meereed. En Mark Vermeer omdat hij simpelweg niet in de punten eindigde. Dus wat dat betreft kunnen we nog niet van teamorder spreken. Maar Mark de Vries kan zeker niet tevreden zijn vanwege het feit dat hij nu tegen de kont kijkt van zijn teamgenoot. Terwijl hij zojuist nog kans had, enkele rondes geleden, om de eindoverwinning. Bram Beelen die het dus nu wat rustiger aan kan doen. Doet hij daar misschien ook wat rustiger aan. Want de beide custom Seat's rijden behoorlijk rap weg van Jan Wim Ensing. En misschien heeft Ensing het dan wel opgegeven. En is het ook zo. Op Zandvoort was het zo dat ik Marie Sommer sprak. Die bang was dat de banden niet gingen volhouden. Ik weet niet in hoeverre dat ook hier op het Andersdorp is. Maar duidelijk is dat Mark de Vries veel van zijn banden gevraagd heeft. En dat zou zomaar ook bij Jan Wim Ensing het geval kunnen zijn. Rutger Mahu en Giel de Haan. Giel de Haan hebben we nog weinig besproken. Rijdt misschien redelijk onzichtbaar rond. Zit hij nu aan de binnenkant bij de Honda's. Allebei een hogere topsnelheid. En dat betekent dus wie het laat durft te remmen. Oh, een klein tikje daar wordt eruit gedeeld. Bij het aanremmen. En is dat misschien te veel geweest? Zeker te veel geweest. Een enorme tik werd eruit gedeeld door Giel de Haan. Voor Rutger Mahu die dus een kortstondig tripje in het grind maakt. Dat was niet heel erg chic. Gaat Giel de Haan hem wellicht hem er nog voorbij laten. Het was duidelijk om te zien dat Rutger Mahu of te vroeg of in ieder geval heel erg vroeg remde voor Giel de Haan. Die hem dus een tikje gaf bij het aanremmen. En wat ervoor zorgde dat hij die positie overnam. Kijken wat daar zo dadelijk nog mee gaat gebeuren. Lester Bob is op dit moment nog steeds op de 8e positie. Maar moet ook een beetje naar achteren kijken. Want Wilco Smit is wellicht op jacht om de pole position plek over te nemen voor race nummer 2.